Goedemorgen allemaal. Ik ga deze week weer gezellig vloggen. Ik heb het de afgelopen weken voor mijn gevoel heel erg druk gehad. En dat ik dan daar geen tijd voor had. Maar dat, dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Ik heb er geen tijd voor gemaakt. Maar vanaf deze week wil ik het weer lekker oppakken. Ik zit nu in de auto naar de studio. De auto zit nog helemaal vol van alle spulletjes van de markt die ik had meegenomen. Dus dat ga ik dadelijk eerst even allemaal uitpakken en weer opruimen, alles een plekje geven. En ik heb deze week een redelijk drukke week. Ik heb een aantal cursussen en workshops in de avond. Dus ik begin mijn dag gewoon iets later, rond een uur of 10, 11, 12. Omdat de dag ook weer doorgaat tot een uur of 10. Dus, maar ik vind dat met dit weer altijd wel chill. Omdat het ook nog echt tot bijna 11 uur licht is. Dus dan vind ik het nooit zo erg. En ik vind het ook altijd wel heel chill om de dag lekker rustig te beginnen. Dus dat is helemaal prima. En ik heb ook bedacht om deze week een Insta live sale te doen. Met alle potjes en vaasjes. Aangezien ik op de markt van een aantal mensen de tip kreeg om... Of eigenlijk niet de tip kreeg. Dat ze zeiden van... Ik vind het zo fijn om het even in het echt te zien. Omdat met koffiekopjes en zo kan je wel een beetje de maat inschatten. En ook wel zeg maar een beetje inschatten hoe dat dan voelt in je hand. Maar met potjes en met plantjes is dat toch iets... Of ik bedoel, potjes en vaasjes is dat toch wel iets moeilijker. Omdat je dat het te lastig is om die maat in te schatten. En als ik het dan vasthoud met een live sale op Instagram... Met een plantje erbij of met mijn handen erbij. Dan krijg je toch een iets beter beeld van hoe dat dan zeg maar in het echte is. Dus dat ga ik even plannen voor deze week. En verder ga ik een aantal bestellingen afwerken. Pakketjes verzenden. Ik ben bezig met een... ik heb een vacature openstaan voor een stagiaire. Dus ik hoop heel erg dat ik dat deze week... dat er een reactie op komt. Omdat ik dat... ik heb daar heel veel zin in. En ik kan de hulp ook super goed gebruiken. Dus dat is eigenlijk een beetje alles wat er going on is in het Studio Bloei. Dus ik ga jullie deze hele week meenemen. Dus het wordt denk ik een iets langere vlog. Maar wel een... hele realistische. Dus ik heb zin om weer alles te delen. En tot gauw! Vanmorgen begonnen met de mededeling dat ik weer ging vloggen. En uiteindelijk ben ik dat helemaal vergeten vandaag. Ik heb echt best wel veel gedaan. Ik heb alles weer netjes opgeruimd hier in de winkel. En pakketjes ingepakt. Ik heb een paar dingetjes afgedraaid. En schoongemaakt. Dus dat zal ik even laten zien. En ik heb pakketjes ingepakt. En hier heb ik ook opgeruimd. Daar staan wat bisque items klaar voor de workshop die... voor de cursus die straks gaat beginnen. En nog wat spulletjes uit overgehaald. Dit is een heel servies, dit deel. Dit is voor een winkel. En dit is een andere bestelling. En deze oven staat helemaal vol met biscuitware. Wat eruit moet en wat geglazuurd moet worden. En daar staan nog wat dingetjes te drogen en daaronder ook. En zoals ik zei gaat het dadelijk de laatste dag van de draaicursus is zo meteen. En die meiden die gaan alles wat hier staat glazuren. Dus dat ga ik nu even allemaal klaarzetten. Zodat we straks meteen kunnen beginnen als ze binnenkomen. Dus ik ga dan even alle glazuur klaarzetten. Zodat ze een keuze hebben. En... kijk, dit is de wit mat. Wit glans en mat transparant, roze en
was het. Kwasten. Zo, bisk, glazuur, kwasten, water en een tea towel. That's it. Lekker als een maand. Ja, echt hè? Ja. Weet je wel. Ja, moet je echt erachter bij zetten, anders weet ik nog wat te doen. Even kijken. Ik ga weer een jaarlijk zijn aan ons schuurtje. Oh, had hij niet opgenomen. Heel verhaal. Nou, dan doen we het even opnieuw. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vannacht super slecht geslapen, want het was dus blijkbaar volle maan. En ja, ik weet niet. Ik heb gewoon echt uren wakker gelegen. Dus ik was iets later in de studio. Ik ben nu oren aan het maken voor een badge mokken voor een winkel in Polen. Dat zijn de mokken met een gedraaid oor. Die heb ik één keer eerder in mijn shop gehad. Kijk. Daar liggen ze. Dus die ben ik even aan het voorbereiden. Zodat ik die straks aan de mok kan maken. En verder ga ik straks nog eventjes wat dingetjes draaien. Misschien nog even wat glazuren. En hopelijk ook nog even buiten lekker in het zonnetje zitten. Joejoe! Thank you.
Zo, alle mokken zijn klaar.
Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdagochtend. Ik ga vandaag een groot pakket inpakken. Of eigenlijk meerdere pakketjes. Maar één daarvan is een heel groot pakket. Dat is namelijk een servies voor iemand. 6 borden. 6 grote borden, 6 kleine borden. 6 mokken en 8 kleine schaaltjes. En dat moet natuurlijk met heel veel zorg. Omdat het anders natuurlijk kapot kan gaan. Tijdens het vervoeren. En ik wil vandaag ook nog die daaronder staan nog allemaal mokken. Die wil ik even afmaken. Hopelijk lukt dat vandaag. En dan wil ik deze video gaan editen. Vanmiddag. Lekker in de tuin. Want het wordt vandaag echt heel lekker warm. Dus dat ga ik doen. Dus ja. Ik neem jullie natuurlijk gezellig mee. Thank you.